Dames en heren, jongens en meisjes, van harte welkom bij de show van het huis Anubis. Zijn de 8 bewoners van het huis en geef ze een daverend applaus. Hier is Patricia. Hey, hallo allemaal. En de altijd vrolijke Joyce. Hey. De mysterieuze Noah. En ook hij heeft er zin in, Jeroen. Onze studiebol, Fabian. Hallo allemaal. Hoi. En onze altijd enthousiaste Amber. Amber. Brussels from Brussels, hier is Mick. Hallo allemaal! En dan natuurlijk Nienke. Kun je een stenen zomaar iets vertellen? Kan een huis gaan leven op den duur? Met mysteries onze geest gaan kwellen, ons betrekken in een avontuur. Ja, dat komt, geloof me, maar ik weet eens wat ik zeg. Het is het huis Anubis, kom maar mee, ik wijs de weg. Het huis Anubis, het huis Anubis, het huis Anubis. Mijn allergrootste vijand, maar het is mijn allergrootste vriend. Het is doodgewoon een stuk van mij, want ik voel me een beetje als zijn kind. Ja, dat klinkt een beetje raar, toch weet ik wat ik zeg. Het is het huis Anubis, kom maar mee, ik wijs de weg. Hebben jullie er een beetje zin in? Ja! Ja, het komt mooi. Heel erg
mooi uit. Wij namelijk ook. Want wij gaan speciaal voor jullie nog één keer onze oude schoolmusical doen. Amber, stop maar. Wat? Ja, wat is dit voor zooi? Ons decor. Noem jij dit ons decor? Ja. Maar je had beloofd dat het een spectaculair decor ging zijn met een showtrap. Ja? Dit is een zooitje. Maar dat moet er ook zijn. Alleen misschien zijn ze het vergeten op te stellen. Wow, wat? Vergeten op te stellen? Dus jij wil zeggen dat we dit allemaal zelf moeten doen? Ja. Maar dat is toch helemaal niet erg? En misschien kunnen zij ons ook even helpen. Yeah. Toch? Wil je ons even helpen? Nee, wacht eens. Dat kun je toch niet maken? Ja, sorry hoor. Dat kan ik wel. Wacht, ik haal doek er vast af. Blijf zitten, ik ben zo terug. Amber. Oké. Wiens idee was het om Amber stage manager te laten zijn? Haar eigen idee. Oh. Oké, daar gaat ie. Het doek gaat eraf. Nou. Wow. Amber, stop. Amber. Stoppen. Die trek die moet omhoog. Niet naar beneden. Sorry. Prutser! En nu? Ja, het gaat omhoog. Ja, dat scheelt enorm. Nee. Oké, wat is dit voor een troep? En is het mooi? Oh, wat is dit? Ik denk dat we het beter aan jou kunnen vragen, Amber. Amber, wat heb je in godsnaam gedaan? Ik heb het gewoon besteld en hier naartoe laten bezorgen. Ja, maar toch geen kroonluchter? En hier, Amber. Wat moeten wij met een spiegel? Nee, die heb ik niet besteld en... Maar dat is een mooie spiegel. Oh, kijk! Hier staat de schilderij. Hé, van wie is dat schilderij ook alweer? Het melkmeisje van Vermeer. Wauw, is dit de echte? Nee, tuurlijk niet. Dit is een replica. Maar hoe weet je dat... Nou, in het origineel zitten geen rozen of een zonnebloem. Hey jongens, hier staat er nog één. En hier nog twee. Kijk nou, dit zijn allemaal replica's van meesterwerken. De ballerina's van Degas, pop art van Andy Warhol, Hercules, de denker van Rodin. Oh, wow, en de Shiva. Hey, maar dat is vreemd, want ze zijn allemaal net iets anders dan het origineel. Ja. Amber! Ja? Wat doet deze rommel hier? Weet ik veel. Hey, volgens mij zijn dit allemaal museumstukken. Nou, volgens mij heb je gelijk. Wat is dat? Dat is een vrachtbrief. En wat staat erin? Daar staat in. Bestemming São Paulo, Museum Bonaventura. Dat is dus Zuid-Amerika. Zuid-Amerika, Amber. Jongens, dit zijn allemaal museumstukken. Nou, dit wordt dan een hele mooie musical. Bedankt, hè, Amber. Ja, maar hier kan ik ook niks aan doen, hoor. Nee, maar het is wel weer heel toevallig wanneer jij wat organiseert, hè, prutser? Auw. En nu? Nou, wij kunnen toch onze musical in dit decor gaan spelen? Ja, dat vind ik een goed idee. Vinden jullie dat ook goed? Hé, hey, wacht eens. We gaan onze musical natuurlijk niet spelen in deze kostbare museumstukken. Hé, jongens, wie weet voor hoeveel miljoenen euro's hier wel niet staat. Ho! Laten we het dan meteen verpatsen. Houden we een veiling. Dames en heren, wie biedt er meer dan 7 miljoen voor dit prachtige schilderij? Eenmaal, allemaal, ja, wie biedt er meer? Daar. Heel grappig, Jeroen. Leuk. Nee? Het is toch ook grappig? Wat? Nou ja, er is hier duidelijk iets misgegaan. Wij zitten hier met kunstschatten uit Zuid-Amerika... En in Zuid-Amerika zitten ze met ons musical decor. Oh, ik wil de uitdrukking op hun gezicht wel eens zien. Oké, goed. Jongens, wat gaan we nu doen? Hey, Fabian. Nink had toch een goed idee? Wij spelen gewoon onze musical met deze spullen. Ja, dat vind ik ook. Ik ook. Ja. Jeroen? Nou, ik vond die hele musical al een stom idee. Maar beter iets dan niets. Als ik maar niet weer in een kameel moet. Wat vind jij, Noah? Kijk. Wauw. Wauw. Een graal. Die kunnen we mooi gebruiken voor het verhaal. Ja. Hé, hey, kijk. Er zit een deksel op. Wacht, ik ga hem openmaken. Ja. Amber, doe dat maar niet.
Hoezo niet? Omdat we niet weten wat voor grauw het is. Fabian, dit is gewoon een museumstuk, dus... Dat hoeft helemaal niet. Misschien is het een uit het Chinese Keizerrijk of een van de Inca's. En die mogen we helemaal niet openmaken. Oké, wat kan er nou gebeuren als we dat ding openmaken? Weet ik veel, er kan een vloek vrijkomen of een bedwelmend gas of zoiets. Of een geest! Geest! Oké, als er een geest in zit, dan gaan we hem openmaken. Hey, ja. Wacht even. We weten hier niets van. Ik ben het met Fabian eens. Laten we hem niet openmaken. Wat nou als wij dat wel willen, hè? Wij zijn met meer. Nou, volgens mij zijn zij met meer. Dus laat ik het even aan hun vragen. Want jullie vinden toch ook dat we de graal niet moeten openmaken? Niet openmaken. Nee, niet openmaken. Heel goed gezegd. Maar... Dus zet jij deze maar gewoon weer terug waar je hem vandaan hebt. Nee. Nee. Er staat iets op. Wat staat er dan? El... Graal de la Amistad Eterna. Wat betekent dat? Amistad, dat is vriendschap, toch? Ja. Au. Graal der eeuwige vriendschap. Is ja. dat er graal der eeuwige vriendschap? Nee, we hebben de eerste prijs gewonnen. Echt? Nee, natuurlijk niet. Wacht eens. Graal de eeuwige vriendschap. Die graal die stamt uit de tijd van de Inca's. Ja, kan kloppen. Er staan ook zonnen en tekens van indianen op. En er staat nog een woord. Vera... Viracocha? Viracocha! Wauw! Wat? Viracocha! Dat is de zonnegod van de Inca's. En die zit daarin. Misschien. Cool, maak open! Noah! Ik doe het niet. Ik ben gewoon nieuwsgierig. Goed, we doen het idee van Nienke. We spelen de musical in deze museumstukken. Ja! Dames en heren, we gaan eraan beginnen. En blijf van die grauw af. Hé hey jongens, kijk. Ik heb hier nog een kostuum dat we kunnen gebruiken. Ja, ik hier ook. Maar dit trek ik echt niet aan. Dit is zo uit de mode. Ja. Noah. Oh nee. Noah, Noah, niet doen. Niet doen. Zonder blaam, Viracocha is de naam. Viracosta! Nee, Viracocha, de god van de Inca's. Die tijd is geweest. Ik verschijn aan jullie als zijn geest. In donker was ik in de graal, doch één van jullie gaf mij licht. De vraag die ik tot je richt is simpel van aard. Wat is jullie vriendschap waard? Alles! Waar is Noah? Terugkeert zij die jij bemint, als je de sleutel tot eeuwige vriendschap vindt. Waar? Zoek. En gij zult vinden verborgen in een kist deze ware sleutel, tenzij men zich vergist. Wat gebeurt er dan? Tref jou hetzelfde lot als vele jaren mij en zit als Noah in het slot van een schilderij. Noah! Noah!
Nou, waar kun je me horen? Jullie kunnen haar niet horen. Ze spreekt tegen dobermans oren. Jongens, we moeten een van die kistjes openmaken, anders komt het oud. Een kist zomaar ontsluiten, dat had je gedacht. Je gaat het boek te buiten. Eerst een opdracht. Een opdracht? Ja, dat gaan wij toch zeker niet doen? Natuurlijk wel, we willen Noah terug. Denk erover na, tot het gemoed bedaard is. Ik zal wel horen wat jullie vriendschap waard is. Noah? Wat gaan we nu doen? Nou, in ieder geval niet zomaar een opdracht. Ja, jongens, hij heeft Noah opgesloten. Jeroen, daarom juist. Jeroen, wat doe je? Ze moet hier toch ergens zijn? Gaan we die opdracht nou doen of niet? Ja, natuurlijk gaan we die opdracht doen. Nienke, wat vind jij? Doen. En jullie? Doen. Patricia? Jongens, we weten niet eens zeker of... We moeten die opdracht toch doen? Ja! Zie je wel. Echt? Ja! Oké. Okay. Mooi. Jeroen? Ja. Jongens... Het is nu aan ons om onze vriendschap te bewijzen. De vriendschap van het huis Anubis. Donkere nachten, mijn gedachten zwerven door mijn geest. Ze zijn veilig, ze zijn heilig, niemand die ze leest. Slechts een handvol mensen weten waar het over gaat. Ze zijn net als ik bezeten, bang voor het verhaal. Het is een waagstuk, een gevaarlijk spel. Als we knokken, onverschrokken, dan lukt het ons wel. We zijn samen weer sterk, we zijn niet te verslaan. Want dit is ons levenswerk waarvoor we willen gaan. Geestvillekotja, wij willen de eerste opdracht. Zoals u wilt, dus hier een raadsel. Los die op en je vindt met de uitkomst de juiste kist waar de sleutel zich bevindt. Wat? Hey, kijk. Hé, maar dat is een rebus. Inderdaad, dat is een rebus. Maar wat is hier de uitkomst van? Regen. Min gen. Dat is... Ja, dat ziet iedereen. Echt? En dan een wolf. Een reewolf? Wat is nou weer een reewolf?
Moet dat dan niet weer zijn? Iets met weerwolf? Weerwolf misschien. Ja, maar ik zie hier geen kistje met een weerwolf erop, dus... Er staat nog een teken. Ja, we moeten nog iets omdraaien. Een kist! Nee, daar kunnen we niet bij komen. Nee, we moeten het woord omdraaien. Dus weerwolf omdraaien. Ja? En dan? Bloem! Jongens, het is bloem! Natuurlijk, het is bloem! Hallo, hoezo is het nou weer bloem? Als je reewolf omdraait, dan krijg je flower. Ooit Engels gehad, Amber? Yes. Flower! Het is bloem! Oh. Wordt er ook eentje wakker? Ja, nou dan weten we het toch. Zeg meneer de Grijs, het andere is Amber. Wacht. Ja! De kist is voor de groen. Dus we hebben het goed en mogen we kistje kiezen. Maar welke? Eentje met een bloem? Hier, de roos. Wow, wacht, Amber. Er zijn er twee met een bloem. Hier staat er nog een met een zonnebloem. Ja, Amber, kom terug. Welke moeten we nu kiezen? Zonnebloem. Hoezo? Nou, Inca's. Dat is toch altijd met zon en zo? Ja, daar heeft Jeroen gelijk in. Nou, dus? Nou, Fabian. Huh? Het kan ook roos zijn, ik weet het niet. Hé, wat denken jullie? Roos of zonnebloem? Zonnebloem? Maar een roos is ook een bloem. En we mogen er echt maar eentje openen om Noah vrij te krijgen. En wie gaat het kistje eigenlijk openmaken? Ik zal het wel doen. Echt? Ja. Succes. Bedankt. Oké, wat zal ik doen? De roos of toch echt de zonnebloem? Oké, welke ga je doen? De zonnebloem. Oké. Oh, eng. Wacht! Wat? Weet je het zeker? Ja, Oké, ik ga nu het kistje openmaken. Wacht! Wat? Ja, sorry, ik vind het zo spannend. Amber. Shh. Komt-ie. En? Hij is leeg. Leeg? Wat moeten we nu doen? Joyce, kom maar terug naar hier. Joyce, waar ben je? Zij heeft zich vergist in de juiste kist, dus ook zij huist in een schilderij. Nee, Joyce! Gaan jullie door of laat jullie vriendschap hen nu al in de steek? Nee, natuurlijk niet! Kit, gaan we door? Oké, we gaan door. Wat is de volgende opdracht? Vereer de zonnegod en versier zijn beeld. Met de 7 sieraden die hier zijn verdeeld. Maar vergeet niet voor het einde van het lied. Welk lied? Nou ja, dit lied dus, maar welk beeld? Wow, boven! Ja, hey, en welke sieraden? Ik heb sieraden! Ik denk niet dat hij die bedoelt. Ja, maar welke dan? Hey, misschien daar in de zaal? Wacht eens, 7 sieraden verdeeld. Mevrouw, wilt u eens kijken? Liggen de sieraden bij uw stoel? Ze liggen in de zaal verdeeld. Mick, rennen! Oké. Kom, volg het pad der 7 zonden. Bang, wees niet bang voor de weg die je niet kent. Kom, volg het pad der 7 zonden. Die is als een spiegel die toont wie jij echt bent. Kom, volg het pad der 7 zonden. En neem gewoon elke vreemde hindernis. Kom, volg het pad der 7 zonden. En ontdek wat ware liefde is. Jongens, ik heb je eerst. Daar! Ik ga wel. Oké. Kom op, Patricia, voor het einde van het lied. Waar? Kom op. Waar?
Het is een zoektocht vol ellende die geen vriend of vijand spaart. Het is een levende legende. Der zeven zonden. Bang, wees niet bang voor de weg die je niet kent. Kom, volg het pad. Der zeven zonden, die is als een spiegel die toont wie jij echt bent. Kom, volg het pad der zeven zonden. En neem gewoon elke vreemde hindernis. Kom, volg het pad der zeven zonden. En ontdek wat ware liefde. Daar zo! Ik ga wel! Oké, Amber, ik ga iets opvangen! Amber, voorzichtig! Kom op! Waar? Dankjewel! Kun je vinden? Kom op, Amber! Kom op, Amber, haast je! Wat? Oh, oh! Niemand die in al die jaren deze opdracht heeft volbracht. Dit mysterie. Kan verklaren wat op het einde op ons wacht. Kom, volg het pad der zeven zonden. Bang, wees niet bang voor de weg die je niet kent. Kom, volg het pad der zeven zonden. Die is als een spiegel die toont wie jij echt bent. Daar, jongens, ik ga wel. Niemand die er ooit in slaagde om te doen wat wij nu doen. En die toch zijn leven waagde. Yes! Gaat niet terug voor geen miljoen. Daar! Jeroen, jouw kant haast je! Jij eens een keertje! Kom, volg het pad der zeven zonden. Bang, wees niet bang voor de weg die jij niet kent. Kom, volg het pad. Allemaal in de vorm van de maan, dus ik denk de maan. Oh, maar die gast is de zonnegod. Dus zon of maan, dat kan van alles zijn. Wat weten wij nou? Dat is waar. Maar ja, we mogen natuurlijk maar één kistje openmaken, hè? Anders zijn Joyce en Noah sowieso verloren. Oké, het is dus de zon of de maan. Ja, of de roos. Hoezo nou weer de roos? Omdat alle sieraden rood zijn. Of de mond. Waarom? Omdat jij je mond niet kan houden. Haha, Jeroen. Ik denk ook dat het de zon of de maan is. Wat denken jullie? Zon? Maan. Huh? Maar jongens, wie gaat er nu een kistje openmaken? Ja! Ja? Ik niet. Ik doe het wel. Echt? Ja. Held. Ah, nee, Jeroen, jij durft veel, zeg. Hey, wat nou? Dat is toch zo? Hey, jongens, geen ruzie maken. Dit gaat juist om onze vriendschap. Zonder dat kunnen we het zeker schudden. Ja. Ja, we gaan hou eens op, alle twee, nu. Alsjeblieft. Oké, Mick. Succes. Bedankt. Oké, jongens. Welke zal ik openmaken? De zon of de maan?
Oké. Welke kies je? De zon. Maar, Nick, waarom? Joyce zou ook voor de zon hebben gekozen. Hier gaat hij dan. En wat zit erin? Leeg? Oh nee. Ah! Mick! Ah! Mick! Mick! Oh, hey, Mick! Ah! Mick! Mick! Hey. Ah! Mick! Ah! Mick! Wat gebeurt er? Ah! Oh, Mick! Mick! Mick, zeg eens Mick. Wat! Mick, waar ben je? Mick! Mick? Ah! Ik ben bang! Mick! Mick, nee! Oh, jongens. We hebben gewoon weer de verkeerde kist. Dit gaat nooit lukken zo. Hé, zeg dat niet. Dit gaat ons wel lukken als we doorzetten. Ja. Ja. Oké. Wat ga je nou doen? Ik ga zaklampen zoeken. Ik ga wel mee. Ik ook. Oh, ja, natuurlijk. Loop maar weg. En nu? Ik weet het echt niet. Wat denk jij? Ja, ik weet het ook echt niet. Wat doe je? Ik wil weten wat er met die schilderij aan de hand is. Fabian? Fabian, kun je me horen? Home? Hallo? Noah? Joyce? Ben jij dat? Ja! Ja, je kan mij horen! Waar zit je? In het schilderij met het melkmeisje. Hé, ze hebben al 2 verkeerde kisten geopend. 2? Wie dan nog meer? You! Nick. Hey. Mick? Jongens, die kisten hebben steeds meerdere uitkomsten. We worden erin geluisterd. We moeten ze helpen. Ja, maar ze kunnen ons niet horen. Hey, Noah, Joyce. Ja? Weet één van jullie misschien welk kistje het is? Nee, maar... we moeten gewoon goed opletten en als we iets weten, moeten we hun aandacht trekken, oké? Okay? Okay. Oeh, dat is een goede Joyce. Jongens, dank jullie wel, hè? Waarvoor? Waarvoor? Dat jullie mij wilden redden. Graag gedaan. Hé, hey, Noah? Ja? Had jij die stomme graal nu niet opengemaakt, waren wij nu gewoon een musical aan het spelen Mick. En dan zouden we... Mick! Jij wilde zelf ook weten wat er in die graal zat, ja? Ja. Sorry. We moeten hier uitzien te komen. Ja. Wat zitten jullie nou te doen? Hé, ik denk dat die schilderijen onderling met elkaar kunnen spreken. Echt? Denk je? Ik weet het niet zeker, maar we moeten door met de volgende opdracht. Precies. Zeg Viracocha, wij willen de volgende opdracht. Zoals u wilt, vrouwlein. Doch... deze opdracht is maar klein. We zien ieder schilderij en men weet hoeveel rozen er zijn. Rozen? Welke rozen? We moeten de rozen in de schilderijen tellen. Ja. Hey, laten we allemaal een schilderij pakken en dan de rozen tellen. Oké, rekenen jullie mee? Goed, ik heb hier 1, 2, 3, 4... 4 rozen. Nou ja, deze heeft er maar 1. Dus dat is 5. Deze heeft er ook maar 1. 6. Deze 3. Dus 9. Nou, volgende. Deze heeft er 2. 2, dus dat is 11. Toch? Deze heeft er ook 2. 12, 13. Deze 3. 16. Amber, hoeveel heeft hij van jou? Ik kan me niet concentreren. Oh, ze kan niet eens tellen. Jeroen. Tel jij dan? Het zijn er 11. 12. Nee, het zijn er 11. Hier op de lijst zit er ook nog 1. Oké, dus maakt samen 28. 28 ja, of 27. We weten helemaal niet of we die op de lijst ook mee moeten tellen. Het moet wel 28 zijn. Hoezo moet het nou weer 28 zijn? Omdat er maar 1 kist is met het getal 28 erop. Waar dan? Hier. Deze. Oh. Hallo, er staan alleen maar letters op. XXVII. Amber, dat is het Romeinse teken voor 28. Dat wist ik wel. Carlijn, kijk of jij het wist. Ja, het is al goed. Ja! Ja, het is goed! Ja, ik zei het toch. Okay. Je gaat het dit keer doen? Nou ja, ik doe het wel. Dit keer kan het gewoon geen ander kistje zijn, jongens. Dan kunnen we eindelijk de rest bevrijden.
Ik hoop het. Nou, deze is makkelijk, joh. Oké, succes. Bedankt. Succes. Zijn jullie er klaar voor? Oké. En? Ja? Hé? Wat zit erin? Hij is leeg. Nee. Hoe kan dit nou weer? Nee. Patricia, rennen! Nee. Okay. Patricia, niet bewegen. Dan gaat het verkeerd. Blijf staan. Rennen. Blijf staan. Help. Patricia! Amber, kom terug. Gies. Hey. Amber. 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 Ah. Amber, rustig. Help. Amber, rustig. Ik haal je eruit. Weer niet de juiste keuze, dus weet wat je doet. Haastige spoed komt zelden goed. Kom dan maar met die volgende opdracht. We zijn dat gerijm meer dan zat. Zoals u wilt, jonge heer. En maak een brouwsel dit keer. Enkele druppels op een kist. En deze opent beslist. Hé, hey, wat is dat? Moeten we nou een potje gaan koken? Daar lijkt het wel op. Oeh, dit stinkt. Hé, hey, wat is dat? Oh, dit? Ja. Misschien een recept. Er staat helemaal niets op. Oh, dat is wel een lekker recept zonder ingrediënten. Huh? Maar we kunnen er zelf toch ook iets bij gooien? Nee, natuurlijk niet. Misschien is dit in citroen geschreven. Moeten er citroenen bij? Mens. Amber, Fabian bedoelt dat het misschien in citroensap is geschreven en we een kaars bij moeten houden zodat de tekst verschijnt. Weet je nog? Oh ja! Ik ga een kaars halen. Wacht! Wat? Wacht! Wat? Wacht! Wat? Wat? Ik ga mee. Moet dat? Nee, nee, nee! Auw! Fabian. Ja? Doen we het wel goed? Ik weet het niet. Als jij het al niet weet, wie weet het dan wel? Hier, Patricia, Joyce, Mick, Noah. We zitten straks allemaal in de schilderij. Wij zijn de enigen die nu nog over zijn, maar straks niet meer. Dan kan niemand ons helpen. Hé, hey, luister nou! Nienke, rustig nou. Het komt wel goed. Echt. Denk je? Dat voel ik. Ik ga kijken of ik hun kan helpen. Oké? Okay? Hij blaast de wolken in mijn ogen met een zucht weer weg. Hij snapt wat ik vertellen wil, als ik niet eens iets zeg. En smeden alle spoken in mijn hoofd een groot complot. Verjaagt hij ze meteen, want in mijn wereld is hij God. Hij is het mooiste wat me ooit is overkomen. Speelt de hoofdrol in mijn allermooiste droom. Ze knipoogt en de zon begint te schijnen in mijn hart. Ze kleurt mijn nachten donkerblauw, niet meer donkerzwart. Ik leg mijn toekomst in haar handen, zij bepaalt mijn lot. Dat geeft een goed gevoel, want in mijn wereld is zij God. Hij is het mooiste wat me ooit is overkomen. Speelt de hoofdrol in mijn allermooiste dromen. Heeft geen weet van zijn betekenis voor mij. Hij is.
is hij. Hij. Zij. Is het mooiste wat me ooit is overkomen. Speelt de hoofdrol in mijn allermooiste dromen. Heeft geen weet van zijn betekenis voor mij. Hij is hij. En vallen mijn gedachten door mijn twijfels in het slot. Heeft hij alleen de sleutel? In mijn wereld is hij God. Hij blaast de wolken in mijn ogen met een zucht weer weg. Ja, ik heb het daar! Snel, pak het papier! Jeroen! Ja? Oké, snel! Ja, er verschijnt iets. Het is een recept. Oké. Zoek 3 ingrediënten. 1. Van een jong meisje... De vinger. Oké, ik heb nodig van een jong meisje de vinger. Wie wil zijn vinger afstaan? Ja, Amber. Amber. Wat? De vingernagel. Oh, de vingernagel. Wacht, ik heb nog een nagelknipper in mijn tas. Oké. We hebben dus de vingernagel nodig van een jong meisje. Wie in de zaal wil ons daarmee helpen? Zijn er jongen... Hier, jij? Maar je, de jongste zoek ik. Zij. Oh ja, ja. Kom maar. Ja! Ik heb hem! Dankjewel. Oké. 2. Van een vrouw van middelbare leeftijd. Een zoen. Maar hoe kan je nou een zoen als ingrediënt gebruiken? Een doosje! Wat? Amber, wat bedoel je? Een zoen vangen in een doosje. Oh ja, natuurlijk. Een zoen vangen in een doosje. Nou, eerst op je wang en dan snel in een doosje doen. Ja. Succes. Nou, kom op, Fabian. Schiet een beetje op. Pak ze. Wie wil Fabian een kusje geven? Oké. Een vrouw van middelbare leeftijd. Oh, hier. Bent u van middelbare leeftijd? Oké, daar gaan we. Nee, op je wang. Wilt u een kusje geven op zijn wang? Fabian, kom op. Nou. Hey, oké, Fabian. Fabian, een doosje. Nummer? Even kijken, het laatste ingrediënt is van een oudere man een wimper. Nou, Fabian, hup! De wimper van een oudere man. Oké, de wimper van een oudere man. Een oudere... Ah, hier zit een hele oude man. Komt mooi uit. Het doet maar eventjes pijn, hoor. Ja. Oké, tellen jullie mee? Oké. 1. 1. 2. 3. Oh! Hebbes! Dankjewel. Dankjewel. Snel, kom terug! Hé, we hebben nu alles. En nu? Ze in de ketel doen. Goed, we beginnen met de nagel. Ja, oké. Nu de zoen? Nou, ben benieuwd. Ik ook. Oké, dan nu de wimper. Thank you.
Ik denk dat je dit over een van die kistjes heen moet sprenkelen. Ja, oké. Okay. Oh! Dit ruikt opeens lekker. Naar roze parfum. Ja, schiet er maar op. Kies een kist. Ja, welke? Vinger. Voor die nagel. Nee, wacht even. De mond natuurlijk. Voor die zoen. Oh ja. Ja, of dan het oog voor die wimper. Ja, maar het kan ook nog de maan zijn, want het bakje is in de vorm van de maan. Ja. Oh, ja. Oké. Nee, hey, Amber. Wacht. Wachten. Hoezo? We weten toch nog niet welk kistje we vinden. Nou, ik kies zelf wel een kistje. En ik kies... de vinger. Ja, maar dit... Ja, ik weet het ook niet. Nee, Amber, wacht eens. Wacht. Ik weet welk kistje we moeten hebben. En... leeg. Hij is leeg. Fabian, welk kistje is leeg? Fabian! Kistje! Weer niet goed, al komen jullie dichterbij. Helaas, weer twee vrienden in een schilderij. Twee? Wat? Fabian! Nee! Fabian! Oh! Nee! Waar is Sam? We moeten door, anders lukt het nooit. Yes! Ik zit in mijn lievelingsschilderij met de ballerina! Amber, hou je mond, we moeten hun helpen! Fabian, weet jij welke kist het is? Nick! Jullie kunnen met elkaar praten! Ja, maar het lost niet zoveel op. Patricia? Ja? Joyce, Noah! Ja? Dit is vet cool, ik kan jullie beter verstellen met mijn iPhone. Amber, hou je kop. Fabian, weet je welke kist we moeten hebben? Ik denk het. Welke? Nou, na alle opdrachten die we hebben moeten doen... en na alle proeven die we hebben moeten doorstaan... kan het maar één kistje zijn. Welke? Het kistje met... Jeroen, je hebt gelijk. We moeten door. Ja. Denk je dat zij meer weten over die kisten? Ik weet het. Waarom vragen we het niet? Amber, welk kistje is het? Noah, welke kist? Oog? Nou, wat bedoel je? Ik hoor je niet. Ik snap het niet. Dachten jullie nu echt dat het zo makkelijk is? Dan heeft u het mis. Kom dan maar met die volgende opdracht. Jullie keuze. Spelen scène uit een sprookje met de tekens die er zijn. In kostuums die ervoor dienen. En maak één handeling, niet te klein. Wat moeten we nou weer doen? Wij moeten een scène spelen. Wat voor scène? Een scène uit een sprookje. Hé, hey, en ik denk in deze kostuums. Een sprookje? Ja. In die... Je bent geen klein kind meer. Dan zien we ze nooit meer terug. Oké, welke symbolen hebben we nog? We hebben het oog, de roos, mond, ja, maan. Ja, welk sprookje is dat? Ik ben niet zo into sprookjes. Maar, kijk, mond... Ja, natuurlijk, door een roosje. Wat? Door een roosje, die ken je toch wel? Dit meen je toch niet? En wat bedoelt hij met die handeling dan? De kus. Ja, de kusscène van een roosje. Jij moet mij... Jij moet mij wakker kussen. Dat meen je niet. Ja, ik ben bang van wel, want de ogen... Het oog van Noor Roosje, zij heeft haar ogen dicht, want ze slaapt onder haar. Ja, ik begrijp het allemaal wel, maar ik ga jou toch niet kussen. En nou helemaal niet in die belachelijke kostuums hier. Kijk nou. Jeroen, denk nou eens na. Wij zijn de enigen die u nog kunnen redden. Ja, maar het... Wij moeten dit doen, toch? Ja! Ik zal erover nadenken. Jeroen, je kunt niet zomaar... Wanneer jij de ware liefde hebt gevonden, valt je leven pas volledig in de plooi. Alle vraagstukken die ooit voor jou bestonden,
die verdwijnen dan als sneeuw bij plotse dooi. Wanneer jij de ware liefde hebt gevonden, voel je pas waarvoor je hart klopt, dag en nacht. Het is het mooiste wat er ooit werd uitgevonden, het gevoel dat heel de wereld naar je lacht. Ware, ware liefde die ik nu pas proeven mocht, ware, ware liefde na een eindeloze tocht. Ware, ware liefde waar ik al zo lang naar zocht, vond ik pas toen ik er echt voor vocht. Wanneer jij de ware liefde hebt gevonden, het is alsof je thuis komt van een verre reis. En al wat jij voorheen niet kon doorgronden, brengt je nu zelfs geen seconde van de wijs. Wanneer jij de ware liefde hebt gevonden, wordt de lucht plots helder in je ijle hoofd. De problemen die jouw zekerheid verslonden, die verdwijnen als een vuur dat wordt gedoofd. Ware, ware liefde, ware liefde, ware, ware liefde, ware liefde, ware liefde. Oké. Ik doe het. Maar alleen voor de vriendschap. En dat uit jouw mond. Wat? Niets. Ik ga hier liggen en dan kus jij mij wakker. Oké. Dat is no big deal. Doe me. Ben je er klaar voor, Jeroen? Nou, klaar. Het is ons gelukt. Godzijdank. Jeroen, we mogen een kiesje kiezen. Oké. Bij deze seizoen moet het wel... De mond. De mond zijn. Die mond. Anders is het aan jou. Wat? Hij is leeg. Nee. Dick, nee! Jeroen! Dick! Jeroen! Help me door die kist open! Nee! Wat? Waar zijn je benen? Ik weet het niet! Jeroen, geef je hand! Houd er maar mee op, je kunt er niet meer bij. Ook Jeroen huist nu in een schilderij. Jij bent de laatste van de acht en hebt nog maar één kans. Eén goede opdracht en je ontspringt deze dans. Doch, weer een verkeerde kist. Dan wordt de vriendschap uitgewist en is niemand van jullie ooit meer vrij, maar vereeuwigd tot schilderij. Geef me die laatste opdracht. Zet van de verdwenen vrienden alle stoelen op een rij in juiste volgorde van verdwijnerij.
Dit is mijn stoel. Die hoort niet in de rijtuig. Dat gaat niet gebeuren. Jullie moeten mij helpen. Wie is er als eerst verdwenen? Noah, oké. Okay. Noah. Dat is deze stoel, hè? Oké. Okay. En daarna? Wie is er daarna verdwenen? Joyce, oké. Okay. Joyce. Dat is deze stoel met het hartje. Daarna... Mick? Zeker weten? Mick, oké. Okay. Oké, okay, dan gaan we verder. Wie daarna? Wie? Patricia, natuurlijk. Ja. Oké. Okay. Oké. Okay. Dit gaat goed. De volgende was... Amber. Ja. Oké. Okay. Amber. Goed. En toen Fabian. Ja. Oké. Okay. Zo. En dan als laatste... Ja. Ja. Oké. Okay. Even kijken. Zou het zo kloppen? Niet. Wat? Fabian en Amber wisselen. Zo? Niet. Weer. Zo? Ja, het is goed, het is goed. Dank jullie wel. En nu het moeilijkste. Een kistje kiezen. We hebben het oog, roos, maan. En... Jongens, we moeten dit zeker weten. We kunnen niet zomaar een kistje openmaken. We denken, Joyce moest kiezen tussen een bloem. De zonnebloem of de roos. Ze maakte de zonnebloem open. Dat was fout, dus dat was de roos. Even kijken. Mick heeft bij de sieraaropdracht de keuze gehad tussen zon en maan. Hij maakte de zon open, dat was fout. Dus het kan ook nog de maan zijn. Roos of maan. Hé, hey. Maar wacht. De kleur van de sieraad is rood. Rood van een roos. Even kijken. Patricia maakte kist 28 open. Die was fout. En eigenlijk hadden we geen andere keuze. Maar we moesten wel rozen tellen in de schilderijen. Dus wat ben je roos? Bij het brouwsel was de vinger fout. Bij de kus was de mond fout. En het was doe een roosje. Jongens. Hé. Hey. Heeft Amber niet gezegd dat dat parfum naar rozenwater rook? Het moet de roos zijn, hè? Weten jullie het heel zeker? Ja! Dan ga ik hem nu openmaken. Alsjeblieft. Kijk! Wat is dit? Perekotja, wat moet ik hiermee? Drink dit flesje leeg en je vrienden komen vrij. Alleen jij zit voor eeuwig vast in een schilderij. Wat? Maar dan moet ik mezelf opofferen. Dit zijn allemaal replica's van meesterwerken. De ballerina's van Degas, popart van Andy Warhol, Hercules, de denker van Rodin. Oh, wauw. En de Shiva. Er is duidelijk iets misgegaan. Wij zitten hier met kunstschatten uit Zuid-Amerika. En in Zuid-Amerika zitten ze met ons musical decor. Noem je dit een decor? Je had beloofd dat het een spectaculair decor ging zijn met een showtrap. Dit is een zooitje. Joyce zou ook voor de zon hebben gekozen. Oké, okay, ik doe het, maar alleen voor de vriendschap. Hallo, daar staan alleen maar letters op. De
dit ruikt opeens heel lekker. Naar rozenparfum. Jongens, geen ruzie maken. Dit gaat juist om onze vriendschap. En zonder dat kunnen we het zeker schudden. Fabian. Het komt wel goed. Dat voel ik. De Mona Lisa. Voor de vriendschap. Dag, Dienke. Nienke? Noah, wat doe je? Misschien is dit de oplossing. En dan terug in een schilderij? Ik dacht het niet. Fabian, wat is dat? Ik weet het niet. Weet jullie wat er is gebeurd? Wat dan? Wat dan? Wat? Maar wacht, dat betekent... Betekent dat ze zich heeft opgeofferd? Oh nee. Voor ons. Voor de vriendschap. Jongens, maar ik zie haar niet. Nee, we zouden haar dan nu toch in dat schilderij moeten zien. Misschien is zij wel de Mona Lisa geworden. Nienke? Nee, ik ben hierboven. Nienke? Nienke? Nee, hierboven in de zaal. Nienke! Nienke? Het is ons gelukt. Het is ons gelukt. Fabian. Wat is er gebeurd? Hoe kan dat? Ja, ik moest van een flesje drinken en... Jongens, jullie zijn vrij. Dankzij jou. Maar wat gebeurde er? Ik zou voor altijd in de Mona Lisa komen te zitten. En opeens stond ik daarboven. Hoe kan dat nou weer? Wacht. Vera Kortja? Hoe kan dit? Wow! Brief. Geef ze je. Nienke heeft de ultieme proef doorstaan. Zij koos voor de vriendschap. Voor jullie. En gaf daarbij zichzelf aan. Jullie hebben de sleutel gevonden door deze juiste en enige stap. Nienke is de sleutel tot onze eeuwige vriendschap. Ja, Nienke is de sleutel. Ja, en Fabian is het slot. Nou... Is gelukkig mooi toch alles weer helemaal goed gekomen. Ja. Yeah. Zullen we voor de volgende musical die we eventueel gaan doen... klein dingetje afspreken? Wat dan? Dat jij hem niet organiseert. Ja. Mee eens! Kom op mensen, allemaal recht staan en meeklappen. Recht staan, hup. Hier vooraan ook, allemaal recht staan. En meeklappen.
Bovenop, allemaal recht staan. Je kunt niet allemaal direct staan. Ja, goed zo. Soms ga ik hier uren rond en ben ik het noorden zoek. Is er een geheim verbond? Vind ik straks een oud en stoffig magisch boek. Leid me naar de schat van Anubis. Leid me naar Anubis. Ach, wat zijn die mensen raar. Waarom doet het leven pijn? Hoe zit alles in elkaar? Antwoord maar. Wie weet wat er straks gebeurt en of ooit mijn hart bedaart. Ik zie spoken achter elke nieuwe deur. Leid me naar de schat van Anubis. Leid me naar Anubis. We slaan de handen in elkaar. Gaan samen door de duisternis. Want alle wegen leiden naar Anubis. Niemand kon me helpen, daar stond ik dan. Wat voelde ik me eenzaam en verlaten. Niemand om me heen. Een wonder die niet was te stelpen, maar nu voel ik me niet meer zo alleen. Samen we handen in elkaar, samen door de juiste elkaar. Alle wegen leiden naar duisternis. Samen we handen in elkaar, samen door de leiden. Alle wegen leiden naar verleden vond een man een oude schat. Aan zijn dochter Sarah zei hij waar hij die verborgen had. En dat schreef ze op in raadsels, dus wie sluw en listig is, zal ontdekken deze schat ligt hier in het huis Anubis.
Wanneer jij de ware liefde hebt gevonden, valt je leven pas volledig in de plooi. Alle vraagstukken die ooit voor jou bestonden, die verdwijnen dan als sneeuw bij plotse dooi. Wanneer jij de ware liefde hebt gevonden, voel je pas waarvoor je hart klopt, dag en nacht. Het is het mooiste wat er ooit werd uitgevonden, het gevoel dat heel de wereld naar je lacht. Ware, ware liefde die ik nu pas proeven mocht, ware, ware liefde na een eindeloze tocht. Ware, ware liefde waar ik al zo lang naar zocht, vond ik pas toen ik er echt voor vocht.